In de misdaad zijn we altijd op zoek naar de waarheid en niets dan de waarheid. Maar wat is waarheid? Vroeg Pontius Pilatus al 2000 jaar geleden. En in 30 jaar misdaadverslaggeving heb ik zelf ook wel geleerd dat vaak niets is wat het lijkt. De waarheid kan meestal alleen worden vastgesteld door die te toetsen aan de feiten. Maar wat nu als de feiten niet kloppen? Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en vanavond de handen vol heeft aan het vaststellen van die waarheid en de zogenaamde feiten waarop deze is gebaseerd in de zaak van Mariska Mast. De 23-jarige onderwijzeres uit het Noord-Hollandse Hoorn die in 2008 in Honduras in het appartement van haar duikinstructeur om het leven kwam en eruit zag alsof ze zwaar was toegetakeld. Volgens justitie en politie in Honduras is het moord. Maar de twee verdachten zeggen dat Mariska onwel is geworden, hard is gevallen en dat haar dood een noodlottig ongeluk is. De duikinstructeur, Australiër Dan Ross, wachtte het onderzoek hiernaar echter niet af, vluchtte van het eiland en verdween spoorloos. Was dit een verkapte schuldbekentenis of een noodsprong van een jonge man die ervoor terugdeinsde om onder barbaarse omstandigheden langdurig onschuldig in voorarrest te zitten? In deel 1 van ons onderzoek zag u hoe we in Honduras terechtkwamen en daar al snel bemerkten dat de feiten uit het papieren dossier niet altijd strookten met de werkelijkheid ter plaatse. Vanavond, in deel 2, gaan we verder met onze speurtocht en worden geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen die een ander licht op de zaak werpen. Maar we kregen ook te maken met corruptie, forensische missers, een falend justitieapparaat en betrokkenen die liever niet meewerken. Kijkt u naar deel 2 van het meest internationale dossier dat we ooit maakten en waarin we al snel ontdekten: niets is wat het lijkt, als je maar goed kijkt. In onze zoektocht naar de ware toedracht achter de dood van de Noord-Hollandse rugzaktoeriste Mariska Mast zijn we aangeland op het tropische eiland Roatan. Het duikparadijsje maakt deel uit van Honduras, een van de armste landen van Centraal-Amerika. De 23-jarige Mariska maakte een rondreis door de regio en streek in de zomer van 2008 neer op het eiland. Ze verbleef in het dorpje West End. Don't look back until you have tried. West End is vooral een trekpleister voor jonge reizigers. Het is een plek met veel bars, een parelwit strand en een keur aan duikscholen. Bij duikschool Coconut Tree nam ze duiklessen. Haar instructeur was de aantrekkelijke Australiër Dan Ross. De man die tot op de dag van vandaag voor de Hondurese justitieautoriteiten geldt als de voortvluchtige moordenaar van Mariska. We zijn vandaag op weg naar de politie. Ik ben heel erg benieuwd wat de politie in deze zaak nu precies heeft gedaan, maar bijvoorbeeld ook wat ze hebben nagelaten. In de stukken die ik heb gelezen ben ik een aantal onzorgvuldigheden en onvolkomenheden tegengekomen. En mensen die we hier hebben gesproken zeggen dat de politie behoorlijk corrupt is en dat ze er in onderzoeken soms een rommeltje van maken. En dat wekt natuurlijk niet echt vertrouwen. Bovendien hebben we inmiddels met eigen ogen gezien dat de politie hier in oude barrels rondrijdt die in Nederland niet eens door de APK-keuring zouden komen. Niet bepaald state of the art. En dat is wat je in een zaak als deze natuurlijk wel nodig hebt. Chief of Police is Joseph Solomon, een Hondurees die jarenlang in Amerika heeft gewoond, daar eerst als bankier op Wall Street en later als politieman werkte.
En nu is hij dus de baas van de politie op het eiland. Solomon kan zich de zaak van Mariska nog wel herinneren, maar weet er niet meer het fijne van. Hij is echter wel bereid om ons verder te helpen. Ja, the information you need, you have to get in touch with the district attorney office and the national police. That's the case with the... Yeah, because they have the information. I am the municipal police. Mm-hmm. And any case with, that involves a felony or something like that, a murder, they have that information. Mm-hmm. Well, what I can do, I can hook you up with the right people. And we got to deal with the district attorney office. De politiechef belt met het parket en maakt voor ons een afspraak. She can, 2 o'clock, she can give you all the information. Okay, and where is that? She's the district attorney. She's the head of district attorney. Where can we meet her? I will take you there if you come back about 2 o'clock. Gelukt. Er is een afspraak met de hoofdofficier van justitie van Roatan. Zij moet ons meer inzicht kunnen bieden in de stand van het onderzoek, de precieze aard van alle verdenkingen en de aanwijzingen en bewijzen tegen Dan Ross en diens kamergenoot Yisu Han. Tot nu toe schommelen alle verhalen en beweringen die we van betrokkenen en deskundigen hebben gehoord van schuldig naar onschuldig en weer terug. Maar op het parket kan men de aanklacht ongetwijfeld onderbouwen met feiten. Volgens politiebaas Solomon zit het parket, waar we nu naar onderweg zijn, er bovenop. Hij verwacht dat de zaak snel voor de rechter komt. De hoofdofficier is degene die alles weet en het dossier kent. Wat is volgens haar het scenario? En wat is het motief voor de moord? Er bestaan vreemd genoeg 2 sectierapporten. Eentje gemaakt de maand nadat Mariska stierf met als conclusie dat ze overleed als gevolg van hersenuitdeem. En eentje van een jaar later met een andere doodsoorzaak. Verwurging. Hoe kan dit? Kortom, veel vragen waar we hier een antwoord op hopen te krijgen. Dit is de officier. Do you speak English? Kort nadat we binnenkomen, begint ze eerst te bellen. Uit de flarde Spaans die we opvangen blijkt dat ze nogal overspannen is en zich erg druk maakt over hoe de zaken hier bij justitie geregeld zijn. No, es sobre la cuestión de la administración. Yo tengo estoy teniendo problemas con la administración y si me siento bien abandonada en ese aspecto. Y de alguna manera eso me está a mí expresando aún más. Porque todas las armas me están viniendo a mí. Todos los carros los tengo malos. Los carros así malos los ando y andar un carro malo es un riesgo. Y dos, que el vehículo se termine y estoy detenido. Dat klinkt allemaal niet erg bemoedigend. Als de officier eindelijk klaar is met haar telefonische klaagzang, heeft ze aandacht voor ons. We leggen haar uit waar we voor komen. What we like to know is what is the situation right now? Is there going to be a trial? De officier schrikt zichtbaar en begint druk te overleggen en laat een assistent het een en ander opzoeken. Het zal toch niet zo zijn dat zij zich nog moet inlezen in de 2 jaar oude zaak. She can give you general information. Okay, she can give you a general information, but if you want a more detailed information, that has to be done in the Tegucigalpa. Zo gemakkelijk komt ze er niet meer weg. Zij is hier de hoofdofficier van justitie en moet de feiten dus als geen ander kennen. Hay dos personas que están siendo acusadas. There are 2 people that are being accused. Una de nombre
Daniel Ross. Daniel Ross, Yishua. Daniel Ian Ross y... Yishua Han. Ja. We staan versteld. Ze kent niet eens de namen van de twee verdachten uit haar hoofd. Dat doet het ergste vrees over de voortgang en kwaliteit van het onderzoek. Wat doet deze vrouw überhaupt aan de zaak? Wat voor onderzoeken lopen er? Met wat voor scenario wordt er rekening gehouden? Wat is het motief? En wat is de rol van beide verdachten dan? De vragen die justitie als eerste moet zien te beantwoorden in een moordonderzoek. Maar... Ja, but is Mariska killed by Yisu or by Daniel? Did they work together? The prosecutor refused both in connection with the death. Both will receive the same charge. Yeah, okay, but they didn't kill her both at the same time. That's impossible. So what does she think is the role of Yisu? And what is the motive? What does she consider as the motive? Wat is hier aan de hand? De officier weet van toeten nog blazen en lijkt totaal niet geïnteresseerd in de meest elementaire onderzoeksvragen. Zelfs na 2 jaar onderzoek. En midden in ons gesprek pleegt ze weer een telefoontje. De señor está preguntando si tiene algún idea o algún motivo. Het lijkt wel of ze er nog nooit over na heeft gedacht. Een motief? Even opzoeken in het dossier. Na 3 minuten druk bladeren door de assistent hangt de officier eindelijk op, maar gaat dan weer bellen. Zou ze nu dan eindelijk het antwoord hebben? La señora... también está como autora. Porque los hechos sucedieron de acuerdo a los indicios que se hallaron en esa noche en la habitación de ella. Oké. Ja, dat Yisu daar sliep is algemeen bekend. Maar ben je dan ook automatisch schuldig? Dan moet je natuurlijk wel een idee hebben over haar rol, haar motief. Zou deze Sherlock Holmes op hakken überhaupt wel weten dat Yisu Han al een jaar in de voorarrest zit en dat dus iedere seconde telt om de waarheid boven tafel te krijgen? Ja, but if somebody has to stand trial, you got to know what the motive is, of course. Es que para determinar un homicidio es necesario en todos los casos que se llegue a ver cuál es el móvil, cuál es la razón. Niet het belangrijkste, of is het iets waar ze nu door ons bezoek pas voor het eerst over nadenkt? Dan blijkt dat ze echt totaal niet weet waar ze over praat. In la prueba que tenía. Que hay que llegar a la conclusión. ¿Qué prueba? ¿Qué prueba? La autopsia. The autopsy. La sangre que se encontró en el cuarto de la The blood that they found in the room. Het bloed dat is aangetroffen. Mariska was plat op haar gezicht gevallen en had een snee opgelopen. Zo hebben de verdachten verklaard. Of gelooft justitie dat verhaal niet? En over hoe het zit met die verdachte op dit moment hebben de autoriteiten hier blijkbaar ook nog niet echt goed nagedacht. Suppose that Daniel Ross went back to his own country, Australia. There's no extradition contract between Honduras and Australia. So what can she do? Es que del lugar donde se encuentra, con la orden internacional, tienen que traer del lugar donde se encuentra. He said according to Interpol, wherever country is in, Interpol rules, they bring him back. I don't think so. When he stays in his home country, Australia will not extradite him, and he can live there his whole life long, as long as he doesn't pass the border.
Ook hier lijkt de officier zich nooit in te hebben verdiept. Nou, dit bevestigt dus wel mijn bange vermoedens. In 30 jaar misdaadjournalistiek heb ik eigenlijk nooit zo'n gênante, tenenkrommende situatie meegemaakt. Een officier van justitie die werkelijk van toeten nog blazen weet. Als je dan nagaat dat de familie, de nabestaanden van Mariska, zitten te wachten op antwoorden en zich vertwijfeld afvragen of iedereen hier zijn best wel doet. En je krijgt dan te maken met een officier van justitie die de meest simpele vragen niet kan beantwoorden. Die tijdens ons gesprek het dossier moet laten komen en daar dan een hele tijd in zit te bladeren en eigenlijk helemaal niets van de zaak af weet. Ja, dan vraag je je wel af, hoe moet dit in hemelsnaam goedkomen? Nou, dit is niet best voor mijn bloeddruk, hoor. Er begint zich een nogal dramatisch beeld af te tekenen van wat er hier in Honduras in het onderzoek naar de dood van Mariska Mast gebeurd is. Een sectiearts die de doodsoorzaak een jaar later wijzigt. Een ziekenhuis waar het aan de meest elementaire middelen ontbreekt. Sterke geruchten over corruptie op hoog niveau. Politie die in wrakken rondrijdt. En een officier van justitie die de hele zaak totaal niet kent en nog steeds geen benul heeft van het eventuele motief. We keren terug naar de plaats delict. Het appartement van Dan, waar hij samen met Jisoo woonde. Eerder zijn we al bij de buurvrouw, tevens eigenaresse, aan de deur geweest. Die had beloofd te bellen als haar vriend toestemming zou geven om de mogelijke plaats delict te bekijken. Maar we hebben niets meer vernomen. Het is van belang het appartement met eigen ogen te zien. Pas dan kunnen we goed beoordelen in hoeverre de verklaringen van Jisoo en Dan wel of niet kunnen kloppen. We hebben geluk. De nieuwe bewoner is thuis en heeft er geen enkel bezwaar tegen dat we een kijkje nemen. Het zien van de plaats delict, de badkamer waaruit Mariska volgens Jisoo en Dan zou zijn gevallen, geeft direct een beter beeld van de situatie. Dit was destijds de kamer van Jisoo. En hier sliep Dan. Dit is de woonkamer. Als we in de deuropening van de badkamer staan, waar Mariska op de grond viel, bespreken we de mogelijke scenario's. Het is wel nacht en dat gebeurde waarschijnlijk in één beweging. Die deur gaat open en zij valt hier meteen naar voren. Ik denk niet dat je dat... Dat kan natuurlijk zijn dat je dat niet hebt gezien. Nu redeneer ik jullie anders. Maar goed, oké. De vraag speelt of het bijvoorbeeld mogelijk is dat Mariska hier in de badkamer al onwel werd en zich zo al eerder aan een van de obstakels heeft verwond in plaats van in het halletje ervoor. Selma Eikelenboom en patholoog Spendlaf van het Forensisch Instituut, waar wij een contra-expertise lieten doen, gingen uit van een misdrijf, omdat in hun optiek Mariska's wonden niet door een simpele gelijkvloerse val kunnen zijn veroorzaakt. Maar het punt is dat Selma zegt, er zijn verwondingen die niet door één val te verklaren zijn. Ja. Nou, dat kan betekenen dat er zich hier wat heeft afgespeeld. Zij hebben ook geluid gehoord hier in de badkamer. Ja. Zij is vervolgens hier gevallen, verklaarde daarna ook, ja, ik werd niet goed. Dus er zijn twee situaties waarbij die wonden wel of niet veroorzaakt kunnen zijn. En die verwondingen bij haar strothoofd, bij haar hals, dan zou ze met haar hals ergens opgevallen moeten zijn. Nou. Het zijn twee kanten, hè? Het is een soort van klemachtige wond. Ja. Dus dat krijg ik ook niet zo goed. Maar goed, ze viel dus hier naar voren. Waar sliep Dan? Een andere kwestie is de verklaring van Jisoo. Ze zegt dat ze Mariska samen met Dan om 3:00 s'nachts op de bank heeft gelegd. Maar als ze om 6:00 weer wakker wordt, ziet ze iets heel anders. Ja, goed, ze belanden dus in de verklaring
gekleed waarschijnlijk hier op een bank en was 3 uur later daar naakt. Ja. Ja. We krijgen al filosoferend hier op de plaats delict steeds meer het gevoel dat het zogenaamde 3 uur incident wel degelijk heeft plaatsgevonden. Toen Mariska dus op haar gezicht viel. De verklaringen van Jisoo en Dan hierover komen op zeer specifieke details overeen. Peter vindt ook dat Mariska's afgebroken tand meer past bij een val op een stenen vloer of rand dan bij een schermutseling waarbij wordt geslagen. Want dan sla je meestal iemands tand er in zijn geheel uit. Terug bij hem in bed zat. De vraag rijst wat dat betekent voor de rest van het verhaal. In dat geval moet Mariska, die onwel was geworden en gewond was, daarna nog door Dan zijn omgebracht. Wellicht na een uit de hand gelopen poging tot seks tussen 3 en 6 uur. En dat roept dan weer de vraag op, ligt dat wel voor de hand? Want in dat geval wilde Dan dus seks met iemand die zich niet goed voelde, bloedde, een gebroken tand had en net was flauwgevallen. Doorgaans niet bepaald omstandigheden waaronder een man zijn libido niet meer onder controle kan houden. Maar als dit dan toch op de een of andere manier is voorgevallen, is Dan alleen dader en heeft Jisoo, die maar een paar meter verderop en gescheiden door een dun wandje lag te slapen, helemaal niks gehoord. En dan is hij dus zeker onschuldig. En zit ze onterecht al een jaar in voorlopige hechtenis. Maar feit is ook dat de jonge Mariska ongeschonden en in de kracht van haar leven het appartement binnenging en er een paar uur later werd uitgedragen terwijl ze eruit zag alsof ze gemolesteerd was. Hoe kan dat? Je kunt deze scanbar in mijn plaats. I have permission of this guy here. He's not the owner. Ja, yeah, I don't know that. We worden wreed gestoord in onze overpeinzingen door de huiseigenaar die opeens woedend aan de deur staat. De gemoederen buiten het huis op de veranda lopen hoog op. Now why are you reacting like this? Someone, the police is on Daniel train. Mariska, I mean, listen. The girl is in prison. We moeten stoppen met filmen. En even ziet het er naar uit dat we het appartement niet meer in mogen. I am here. Why do you ask questions then if you don't want to hear? De Hondurese huiseigenaar heeft zijn buik vol van de zaak. Hij is de man geweest die het lichaam van Mariska destijds naar het ziekenhuis heeft gereden. Maar hij is allerminst in de stemming om ons ook maar iets te vertellen over alle omstandigheden die nacht. Pas na de nodige overredingskracht en telefonische inmenging van de Hondurese justitie staat hij toe dat we toch nog even naar binnen mogen. Ik denk dat als je deze badkamer ziet, dat een meisje dat hier onwel wordt, duizelig wordt, misschien flauw valt, zich aan allerlei dingen vrij ernstig kan verwonden. Als je pardoes neervalt en je komt met je hoofd bijvoorbeeld op deze harde wastafelrand terecht, kan je je heel lelijk verwonden. En dat geldt voor meer dingen die hier zijn. Het toilet en niet te vergeten deze hardstenen doucherand. Dus ik denk dat het op zich mogelijk is dat Mariska zich hier ernstig heeft verwond, doordat ze onwel is geworden en gevallen. En dat zou kunnen oplossen het verhaal van Selma Schieveld. De deskundige in Nederland die zegt van ja, Mariska had verwondingen aan 2 kanten van het hoofd en dat kan eigenlijk niet verklaard worden door 1 val. Maar op het moment dat zij natuurlijk hier onwel is geworden en geluid heeft gemaakt, wat volgens Daniel en Jisoo ook gebeurd is, en toen de deur heeft opengedaan en vervolgens nog een keer is gevallen, zou dat die dubbele verwondingen kunnen verklaren. De zaak valt steeds weer terug te brengen tot 3 mogelijke scenario's. 1. Het is een tragisch ongeluk, zal Jisoo en Dan verklaren. 2. Dan Ross heeft Mariska wellicht seksueel willen misbruiken en uiteindelijk vermoord zonder dat Jisoo hier iets van weet. Maar door haar aanwezigheid op de plaats delict wordt Jisoo verdacht van medeplichtigheid.
3. Gisu en Den hebben hun verhalen van die nacht op elkaar afgestemd om zo een sinister misdrijf te verbergen. Kortom, 3 scenario's, maar op alle 3 is eigenlijk wel wat af te dingen. En dat maakt deze zaak zo ongelooflijk moeilijk. Wat is hier, die fatale nacht, in deze kleine woning, zo dicht op elkaar tussen deze 3 mensen gebeurd? Hele moeilijke vraag. De volgende dag hebben we een afspraak met de honorair consul van Nederland in Honduras. Hij woont in de hoofdstad Tegucigalpa en komt speciaal voor ons naar het eiland. De consul heeft zich volgens iedereen hier op het eiland intensief met de zaak bemoeid. Hij is op de plaats delict geweest, heeft veel betrokkenen gesproken en treedt op als intermediair tussen de Nederlandse en de Hondurese autoriteiten. De familie Mast heeft weinig vertrouwen in het rechtssysteem van Honduras en voelt zich bovendien ook aan haar lot overgelaten door de Nederlandse autoriteiten. Dus ook door de consul, die zich in hun ogen juist te weinig inzetten voor de zaak. De honorair consul, een van oorsprong Bussumse zakenman, heet Floris Kluuk. Het is een markante verschijning. Direct al blijkt dat hij zich, in tegenstelling tot wat de familie denkt, juist enorm heeft ingespannen en inderdaad de zaak als geen ander kent. Naarmate hij zich meer en meer in de dood van Mariska verdiepte, groeide zijn vermoeden dat er meer aan de hand was dan een ongeluk. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan. En daar kwam eigenlijk de eerste grote, mijn grootste twijfel. Want volgens het rapport hebben Ros en Jisoo Han haar gebracht naar het ziekenhuis, levend, helpend, CPR geven, kunstmatige ademhaling. Is daar aangekomen, hebben daar gelaten en ze zijn weggegaan. Maar de arts waar ik mee spreek, die zegt van hé, de mensen die kwamen zijn eigenlijk weggegaan zonder iets te zeggen. Ze waren heel nerveus. Daarna heb ik met de arts gesproken die Mast ontvangen heeft, direct toen het gebeurde. Dus die er onderzocht heeft fysiek. En in zijn rapport staat, wat ik dan zelf heb moeten opzoeken, in het ziekenhuis zelf, met behulp van hun, alle hulp hoor, staat duidelijk ontvangen, zonder pols, zonder reactie van adem, zonder pupillen. Ze was dus dood toen ze daar aankwam. Dood toen ze aankwam. Sindsdien volgt Kluuk elke ontwikkeling, elke rechtszitting en elk spoor en zorgt hij er eigenlijk voor dat de zaak in Honduras op de agenda blijft staan en niet in de vergetelheid kan verdwijnen. Als consul zijnde ben je de enige vertegenwoordiger van Nederland, de Nederlandse belangen. Op dit moment ook de belangen van dit misdrijf, de overledene meisje. Dus daar ga je eigenlijk zelf een beetje aan het werk. Misschien doe je dan ook nog wel eens politiewerk. Dan word je een soort hulpsheriff. Ja. Ja, ik heb trouwens al de bijnaam gekregen, hulpsheriff, na dit werk, wat nog steeds niet afgelopen is. Maar daarom moet ik er ook steeds bovenop zitten. Daarom heb ik ook gesuggereerd aan BZ, denk erom, ja, de familie zou er meer bij betrokken moeten worden. Een advocaat bijvoorbeeld. Ik kan niet altijd politie-sheriff blijven spelen. Ik ben niet 24 uur in dienst van BZ. Nee, sterker nog, u bent gewoon zakenman die dit een soort erebaantje. Ja, maar dat is het niet meer. Het is gewoon. U zit echt helemaal in dit onderzoek, hè? Ja. Tijdens het gesprek wordt duidelijk dat Kluuk dus bepaald niet passief of afwachtend is geweest. Achter de schermen heeft hij zelfs nog hulp en steun gegeven aan de Hondurese autoriteiten nadat Jisoo werd aangehouden in Egypte. Een dergelijke uitlevering is voor Honduras heel bijzonder. Niet in de laatste plaats, omdat er met Egypte geen verdrag bestaat. Honduras heeft dit nog nooit meegemaakt. De uitlevering met Guatemala, met Mexico, met de buurlanden. Maar Egypte, Arabisch, rechtshulpverzoekend Arabisch, in het Engels, Arabisch en in Spaans maken. Nog nooit gemaakt.
Consul Kluk helpt Honduras om alle documenten bij tijd via een piloot van de KLM in Egypte te krijgen. De uitlevering wordt dan een race tegen de klok, want Yisu moet zich volgens de Hondurese wetgeving binnen enkele dagen op Roatan melden. We konden een klein vliegtuigje krijgen, hebben een klein vliegtuig gehuurd en zijn direct naar Roatan gevlogen. Daar is ze gepresenteerd, op tijd. En thank God, hier is ze nog. En hebben jullie nou ook nog pogingen gedaan om die Dan Ross weer in het vizier te krijgen? Aangezien hij door de Interpol stond gesignaleerd, wisten we uiteindelijk dat hij in Singapore terecht was gekomen en dat hij daar een werkvergunning had als duiker. Het rechtshulpverzoek was onderweg. Wat gebeurt er? Hij smeert hem. Hij heeft een 2 jaar werkcontract, maar hij smeert hem. Hij rook onraad. Absoluut. En dacht, ik moet wegwezen hier. Absoluut. Als ze haar uit Egypte kunnen halen, kunnen ze mij uit Singapore halen. Ja. Dus... En zo wist Dan Ross dus voor een tweede keer uit handen van de Hondurese autoriteiten te blijven. Yisu zit inmiddels al een jaar opgesloten. Maar wat heeft ze eigenlijk gedaan? Wat was haar rol? Er zijn veel onbeantwoorde vragen over scenario's en motieven. Om nog maar te zwijgen over onze indrukken van politie, justitie en de sectie. Toch heeft consul Kluk vertrouwen dat het recht uiteindelijk zijn beloop krijgt en er nu nog voor het vluchtige verdachte Dan Ross voor de rechter zal verschijnen. Ja, absoluut. Ik bedoel, deze zaak is uit de hand gelopen. Er is druk van alle kanten. Er is ook druk van Australië. Er is een internationale arrest voor Ross. En intern zijn we druk bezig om te onderhandelen. Er is geen uitleveringsverdrag. Als de nabestaanden van Mariska Mast in Nederland een beetje de indruk hebben dat buitenlandse zaken de hele kwestie op zijn beloop laat, dat ze weinig doen, dan is dat een misverstand? Absoluut. Nee. Dit geval is... Hier is vanaf het begin dat wij iets dachten dat er mis was, tot aan de dag van vandaag door BZ keihard aan gewerkt. Er zijn hier mensen in de ambassade, 2 man, bijna constant aan bezig geweest. Mensen in Egypte bezig geweest, mensen in Washington bezig geweest, in Singapore bezig geweest. Ja. Australië zijn nog bezig. Er wordt keihard aan gewerkt. Ja. Buitenlandse zaken houdt duidelijk meer dan een vinger aan de pols, net zolang tot de zaak hier voor de rechter is geweest. En terwijl Floris Kluk zijn verblijf op het eiland gebruikt om ook nog even bij het Openbaar Ministerie te peilen hoe de zaak ervoor staat, gaan wij naar de duikschool Coconut Tree Divers. De plek waar Dan werkte en waar Mariska haar duiklessen kreeg. De familie Mast beschuldigt de duikschoolleiding ervan dat ze na de dood van Mariska hebben samengespannen met Dan Ross en hem de hand boven het hoofd houdt. Die verdenking wordt onder meer gevoed door dit mailtje dat de eigenaresse van de duikschool naar Mariska's vader stuurde. Ik heb het genoegen gehad met de heer Ross te werken en hem en Yisu persoonlijk te kennen. Ik heb geen twijfel dat hier geen sprake is van een misdrijf. Hoe kunnen ze dat nu zeggen met de keiharde uitslag van het sectierapport dat het om een moord gaat, stellen Mariska's nabestaanden. De duikschool moet Ross dus willens en wetens in bescherming hebben genomen, redeneert men. Sterker nog, de familie is ervan overtuigd dat de duikschool Dan Ross bovendien actief heeft geholpen om stiekem van het eiland te vluchten. Bij gebrek aan middelen om naar Honduras te reizen en daar onderzoek te verrichten, speurt Mariska's vader het internet af op zoek naar aanwijzingen. Op Facebook vond hij dit summiere berichtje dat Dan Ross na zijn vlucht aan de duikschool stuurde. Zonder jullie had ik het niet gered. Het is zo klaar als een klontje voor hem dat Ross hier zijn vroegere werkgever bedankt voor hulp die hij kreeg bij zijn illegale vlucht uit Honduras. Maar deze redenatie roept ook tegenvragen op, want waarom zou de duikschool hem in bescherming nemen en helpen? Het is natuurlijk helemaal niet logisch dat je klakkeloos partij kiest voor iemand die net een jonge, volkomen onschuldige vrouw fataal heeft gemolesteerd. Dat je doelbewust de kant kiest van de moordenaar en er alles aan doet om hem te beschermen, terwijl hij notabene een klant van je heeft omgebracht.
Als men hier bij deze duikschool werkelijk betrokken is in een duister complot om Den te beschermen, zou dat wel heel erg harteloos zijn. En met welk doel zou men dit dan al die tijd volhouden? Den Ross is er helemaal niet meer en is ook nooit meer teruggekeerd. Dus van dreiging van hem kan geen sprake zijn. Toch blijven het mailtje en het Facebookbericht opmerkelijk. We hebben inmiddels heel wat betrokkenen gesproken. Het is daarom tijd om eens langs te gaan bij de duikschool Coconut Tree. Hier is het immers allemaal begonnen. De eigenaren kennen Den en Jisoo heel erg goed. En ik ben heel erg benieuwd naar hun oordeel over deze zaak. Maar ook of zij een rol hebben gespeeld in de vlucht van Den van het eiland. Hello, how are you? Hello. Oh, you're the Dutch reporters that have come in to do Jisoo. Oh, yeah. See, find out some information. Yeah. Yeah, we are doing some investigations about the death of Mariska Mast. And we heard that you are somehow involved, huh? Somehow. Oh, really? And so I wanted to talk to you. Is that possible? For Sure, yeah. Yeah? Yeah, sure. Van een vijandige of afwerende houding waarvoor de familie Mast ons vooraf waarschuwde, is niets te merken. Eigenaresse Gaynor Pook ontvangt ons vriendelijk. Ze vertelt meteen al dat ze overtuigd is van de onschuld van de Koreaanse Jisoo. This little girl has nothing to do with it. Yeah. She hardly English is not her first language, you know, and she was a witness in the first case. And now she's on trial for murder and she's being held without no trial. Or anything, it's for me, coming from England, it's outrageous. Maar hoe zit het dan met Den, de hoofdverdachte? Willen deze mensen hem echt in bescherming nemen? What do you think about this? That he didn't show up and that he left the country? Is that some kind of confession or what is it? No, I don't think it's. Have you been to the jail in Coxon Hall where he was held? Mm. Have you seen held for a week? No. Okay, well, you know, I think anybody that was being held in that jail is under the Honduran system. I mean, look what's happening to Jisoo now. Yeah. I think he ran because he was scared shitless. Yeah. Mm. He's like, fuck that, I'm not staying here. I'm out of here. Als we haar het vermoeden voorleggen dat de duikschool heeft geholpen bij de vlucht, reageert Pook verbaasd. There's a message on the internet from Den to this diving school, which is saying, well, thank you guys, without you, I couldn't have made it. Because we used to take in food every day here, we don't have any influence here to help in any way. No. Why did he write that, do you think? Probably just to say thank you for what? For taking food to the prison. For taking, you know, I mean, three meals a day, every day, for taking. That's what you did? Yeah, sure. Okay. Well, otherwise he's going to starve, I didn't do it, but my husband and our people and the instructors, they used to go up and see him every day. Gaynor Pook benadrukt dat zij als duikschool totaal geen belang heeft bij het kiezen van een partij. Sterker nog, het zou haar alleen maar groot risico opleveren. Yeah, I'm not gonna put myself in a position where I'm gonna jeopardize my children's life here or my business or anything like that. Yeah. No. Okay. That's I understand. I understand. But what's your opinion right now, 2 years later? What do you think? I would like to see Dan grow back here and meet child. Yeah. And find out why. How these injuries were made to the girl, En dan is er ook nog het gerucht dat deze duikschool na de voorlopige vrijlating een feest voor Ross heeft georganiseerd. Iets dat vooral Mariska's familie steekt. At first he had a party here, right? No. No? Somewhere else, but with people from the dive school. He came back here, when he got free from here, he came back here and he came to the dive shop. And
people were, oh, you know, but there was no party. Mm. The next day, we planned to go to Kairos Kachinas on the boat, and as a celebration that he got free. Yeah. And yeah, he didn't show up. Dat is wel een heel ander verhaal dan dat gerucht wilde doen geloven. Geen groot feest dus. En Dan was er niet eens bij. Nee. Ja, ik ook. Ik vind het een heel redelijk verhaal. Ja, ik ook. En ik vind het verhaal over dat mailtje ook heel redelijk. Ja, ik ook. Dat vond ik wel een eye-opener. Dat je zegt van, nou ja, logisch. Ja. Toch? Ja, ja, dat is ook natuurlijk logisch. Dan zie je maar weer, als je dingen vanuit een bepaald perspectief bekijkt, dan denk je dat het vaak meteen zo is. Ja. Terwijl, als je ze denkt van, ze hebben hem 3 keer per dag eten gebracht een week lang en bezocht en gedaan. Ja, dan is het niet zo raar dat guys, without you. Ja. Want je hebt hier natuurlijk in de gevangenis ook geen eten. Nee. Zou Dan's vlucht werkelijk ingegeven zijn door zijn ervaringen in de lokale gevangenis? Niet valt uit te sluiten dat Dan bijvoorbeeld na gesprekken met zijn zus, die advocaten is in het Caribisch gebied, bij zichzelf heeft gedacht, dit ga ik hier niet afwachten. Dat hij dus niet uit angst voor een terechte veroordeling de kuierlat heeft genomen, maar uit angst voor een slepend proces en een langdurig en zeer onplezierig voorarrest. Die gedachtegang voortzettend zou je kunnen stellen dat wat er met Jisoo Han is gebeurd, achteraf bezien, Dan's gelijk onderstreept. Jisoo zit immers al een jaar zonder uitzicht op een proces in dit land vast en zij is slechts medeverdachte. Va a haber un edificio amarillo. Ahí está el rótulo también que hay de Policía Nacional. Het lokale cellencomplex waar de eigenaresse van de duikschool het over had, staat bovenop een heuvel, niet ver van Coxon Hole, het hoofdstadje van het eiland. En inderdaad, Gaynor Pook heeft niets te veel gezegd over de omstandigheden daar. Dit is het beruchte cellencomplex van de nationale politie hier op Roatan. Vinden hier mensonterende toestanden plaats. De meeste gedetineerden zitten als haringen in een ton in een snikhete cel. Dan heeft tijdens zijn 6 dagen hechtenis weliswaar in een ander kamertje hier vastgezeten op dit complex. Maar het kan niet anders of hij heeft de toestanden in dit cellencomplex gezien. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat het vooruitzicht dat hij hier eventueel ook terecht zou komen hem bepaald niet heeft aangetrokken. En dat hij toen misschien wel heeft gedacht, laat ik maar zorgen dat ik snel de grens overkom. Dat neemt uiteraard nog steeds niet weg dat hij makkelijk vanuit het buitenland iets had kunnen doen, in plaats van spoorloos onder te duiken. Niemand lijkt te weten waar hij momenteel verblijft. Dan Ross heeft nooit ook maar 1 woord laten horen richting de ouders van Mariska, die toch in zijn armen is gestorven. En heeft ook nooit meer iets laten horen aan Jisoo Han, die al bijna 1 jaar vastzit. Laat staan dat hij haar ooit hulp heeft aangeboden. Terwijl Dan natuurlijk toch degene was die Mariska meenam naar het appartement en in ieder geval Jisoo zo met een gigantisch probleem opzadelde. Als Dan Ross onschuldig is, kun je in ieder geval wel zonder enige overdrijving van hem zeggen dat hij ongevoelig en egoïstisch is. Die avond keren we nog een keer terug naar de plaats delict. We willen een test doen. Want er is een complicerende factor in het onderzoek die helemaal nooit is onderzocht. Nadat Mariska gewond raakt in het appartement, is zij hals over kop en in vliegende vaart achter in een pick-up truck naar het ziekenhuis gereden. Dat zou consequenties gehad kunnen hebben voor haar letsel.
Den Ros en zijn medestanders hebben een verklaring voor de verwondingen die Mariska heeft opgelopen. Het gaat om verwondingen aan haar hals, maar ook om bloeduitstortingen en kneuzingen op de rest van haar lijf. De sectiearts schrijft die toe aan geweld. En met name de verwondingen in haar hals zijn natuurlijk verdacht. Den Ros bestrijdt dat. Hij zegt dat de verwondingen zijn ontstaan toen Mariska op een matras achterin een pick-up naar het hospitaal werd vervoerd en hij en Jissou achter in die bak reanimatiehandelingen verrichten. Een beetje wel eens niet eens verhaal dus. Wat moet je dan in zo'n situatie doen? Nou, dat is heel simpel. Gewoon de proef op de som nemen. En dus gooien we, huppakee, een matras in de auto. Ik spring erin en we gaan rijden. En eens kijken wat er dan gebeurt. Even vasthouden. Ja, dan kan er natuurlijk wat goed gaan, hè? Oh. Nou, dat is eerlijk gezegd best een hachelijk avontuur. Het zijn niet zozeer de kuilen in de weg die een probleem zijn, maar wel de bochten. De weg naar het ziekenhuis zit er vol mee. En als je dus tegelijkertijd iemand mond-op-mond beademing moet geven, eventueel hartmassage, en je vast moet houden in de bochten, dan is dat buitengewoon moeilijk. Je wordt heen en weer geslingerd en je moet je af en toe echt vastgrijpen om er niet uit te vallen. Ik zal niet zeggen dat de verwondingen van Mariska per definitie hierdoor veroorzaakt zijn, maar het is niet onmogelijk. We worden inmiddels behalve letterlijk ook figuurlijk heen en weer geslingerd in onze vermoedens over de motieven en achtergronden in deze zaak. Een zaak die er hier ter plaatse steeds weer anders uitziet. Heel anders dan je je inbeeldt als je van achter je bureau in Nederland de dossierstukken doorleest. Ons onderzoek op het eiland blijft niet onopgemerkt. De dood van de reislustige Mariska is nog steeds onderwerp van gesprek. Of het met onze aanwezigheid en kritische vraagstelling te maken heeft of niet, blijft gissen. Maar we krijgen de mededeling dat er onverwacht een rechtszitting staat gepland over de voorlopige hechtenis van Jissou Han. Willen de Hondurese autoriteiten hiermee laten zien dat er wel degelijk hard aan de zaak wordt gewerkt? De rechtbank op Roatan komt in niets overeen met hoe we dat in Europa gewend zijn. Onder gewapende begeleiding komen verdachten hier blootsvoets dezelfde ruimte binnen als het publiek. En waar in dit arme land kennelijk niet op wordt bezuinigd, zijn de wapens van de bewakers. Hypermoderne snelvuurwapens die met trots worden gepresenteerd. Terwijl we wachten op de zitting worden we plots samen met honorair consul Kluk, die vandaag ook aanwezig is, bij de rechter geroepen voor een onderonsje. Iets dat in Nederland direct wraking van de rechtbank zou opleveren. Maar ja, dit is Honduras. Este is de señor de Vries. Jefe de la misión, señor van de Spek. Marco. En señor van de Spek. Kees van de Spek. We krijgen toestemming om een gedeelte van de zitting te filmen. Als we in de tussentijd nog even buiten staan te wachten, lopen we een officier van justitie tegen het lijf die de zaak vandaag behandelt. In tegenstelling tot de vrouwelijke officier die we eerder spraken, blijkt deze wel te beschikken over dossierkennis. Zonder enige terughoudendheid beschuldigt deze officier de rechter vervolgens van corruptie. En hoe kan dat nou? Hoe is het mogelijk?
Ja. Precisamente porque es sujeto de responsabilidad lo que él hizo, lo que referimos. Ja. Hay un, onverantwoordelijkheid. Un retardo de negación de justicia que corresponderá a Fiscalía contra la Corrupción. Het zou bij ons direct tot opening van het journaal leiden als een aanklager dit doet. Maar hier gebeurt het gewoon tussen neus en lippen door. Het baart grote zorgen dat ondanks alle onze vragen ook deze officier niet kan uitleggen wat de rol van Yisu precies is geweest. Maakte ze onderdeel uit van een trio met Mariska en Den? Is ze door Den onder druk gezet om haar verhaal op het zijne af te stemmen? Heeft ze Mariska ook geslagen? Is er een ruzie geweest? Het lijkt wel of haar simpele aanwezigheid die nacht in het appartement voor de plaatselijke autoriteiten hier voldoende is om haar schuldig te verklaren. Ja, maar wat is dan het motief? Wat we... La motivación podría ser, por qué dice, sexo, podría ser. Pelea, Hij heeft geen idee en dat roept de vraag op in hoeverre ook deze officier uit is op waarheidsvinding. Of wil hij alleen maar scoren? Want als we deze man, die dus nog helemaal niet lijkt te hebben nagedacht over de toedracht van de moord, vragen wat hij dan voor straf in gedachten heeft, zegt hij dat hij 15 tot 20 jaar gaat eisen. Het lijkt er hier alleen maar om te gaan dat de Koreaanse Yisu hangt. Dat politie en justitie het gevoel hebben dat zij het over hun schouder meekijkende buitenland alleen tevreden kunnen stellen met een harde aanpak en een veroordeling. Dan begint de rechtszaak. Niet in een normale zittingzaal, maar gewoon in de kamer van de rechter, waar we net nog een onderonsje hadden. Een griffier is aangeschoven achter diens bureau en wij nemen plaats op de publieke tribune. In dit geval een oude sofa in de hoek van de kamer. Het is een moeilijk te volgen betoog van de officier. De advocaat van Yisu vraagt onmiddellijke vrijlating van zijn cliënt, die nu al heel lang onder huisarrest is geplaatst in een kerk in de stad San Pedro Sula. Na een uur is het voorbij. De rechter zal op korte termijn beslissen of Yisu in afwachting van haar zaak zal worden vrijgelaten. Als we even later Yisu's advocaat Pedro Garcia spreken, blijkt dat hij destijds ook advocaat was van Den Ross. In Nederland ondenkbaar vanwege het gevaar van belangenverstrengeling. Maar hier in Honduras kennelijk iets waar niemand raar van opkijkt. This is my first participation as defendant of Yisu Han. I was defendant of Daniel Ross. And another hearing, past hearing. Jongen, jongen, zeg nou, ik val als misdaadverslaggever hier van de ene verbazing in de andere. Het zal in Nederland toch echt never nooit gebeuren dat de rechter vlak voor de zitting nog even een onderonsje heeft met de pers op zijn kamer. En dat de officier van justitie op het balkon, ook voor de zitting, zijn strategie uiteenzet en en passant even meldt dat hij de rechter en zijn staf voor geen snars vertrouwt en beticht van corruptie. Dat zijn toestanden die voor ons ondenkbaar zijn. Nou, de uitkomst van de zitting is dat er waarschijnlijk een echt proces gaat komen. Dat kan 2 maanden duren, maar ook nog wel 2 jaar. En al die tijd blijft er dus onzekerheid. We zijn wel eens geneigd om te zeggen dat je de beschaving van een land kan afmeten aan de gang van zaken in een ziekenhuis, in een gevangenis en bij de rechterlijke macht. Nou, als dat waar is, dan ben ik bang dat Honduras nog een hele lange weg te gaan heeft. Roatan, een bounty-eiland met achter die paradijselijke façade een heel andere werkelijkheid. Want niemand lijkt hier op zijn of haar taak berekend. Het forensisch onderzoek was houtje-touwtje. De ene officier kent de hele zaak amper en de andere eist met droge ogen 20 jaar cel zonder dat hij ook maar 1 seconde over een motief lijkt te hebben nagedacht. Over en weer beschuldigen de juristen elkaar hier van corruptie. Onder deze bizarre omstandigheden is het bijna ondoenlijk om uit te vinden wat er werkelijk gebeurd is met Mariska Mast.
Er zijn natuurlijk belastende omstandigheden tegen Dan Ross, maar tegelijkertijd kan nog steeds niet worden uitgesloten dat Dan en Yiso niet slechts hebben gedaan en juist iemand in doodsnood probeerden te helpen. En dat zij in plaats van beloond daarvoor juist worden vervolgd en bestraft. Er is nog een heel belangrijk aspect in deze zaak dat we niet hebben onderzocht. En daarvoor moeten we het eiland Roatan verlaten. We reizen naar het vasteland van Honduras, naar de stad San Pedro Sula. Dit is de stad San Pedro Sula, de plek waar het lichaam van Mariska heen is gebracht voor nader onderzoek. Bij gebrek aan goede koeling werd zij in een bootje met ijsblokken naar het vasteland gevaren, een reis van 2 uur. Ik ben hier bij de morgue, dat is het forensisch instituut in de stad. En dat is van belang omdat het lichaam van Mariska van het eiland Roatan hier naartoe is gebracht om sectie op te worden verricht. De afgelopen week hebben we gezien dat de meeste verhalen zich bewegen tussen enerzijds een ongeval en anderzijds een misdrijf. En daarom is het van belang dat we hier zijn. Want in het sectierapport is tamelijk onomwonden gesteld dat Mariska slachtoffer zou zijn geworden van een misdrijf. Moord dus. Maar hoe goed is die sectie gedaan? Hoe betrouwbaar is dat? Ik heb inmiddels wel ontdekt dat in Honduras met heel veel dingen een loopje wordt genomen en dat dingen op een houtje-touwtje manier worden gedaan. En daarom wil ik wel eens van de betrokken sectieartsen weten wat ze precies hebben gedaan en welke conclusies we daaraan kunnen verbinden. We lopen tussen de nabestaanden door die met lijkkisten achter in pick-up trucks wachten op een overleden dierbare. Alles is hier ver onder de Nederlandse standaard. Binnen zitten ook familieleden te wachten. Er hangt een weeë lijklucht en ze hebben daarom zakdoekjes voor hun mond. In een van deze ruimten werd Mariska 2 jaar geleden ook onderzocht. Onder deze omstandigheden dus werd dit rapport opgemaakt. En stelde men een jaar later dit tweede sectierapport op met daarin een andere doodsoorzaak. Het ene wijst hersenuitdeem aan als doodsoorzaak. Het andere stelt dat Mariska is overleden als gevolg van verwurging. Mariska heeft volgens de sectiearts aan weerskanten van haar strottenhoofd blauwe plekken. Maar hier bestaan vreemd genoeg geen foto's van of een gedetailleerde beschrijving. De sectiearts spreekt verder van acute hersenbeschadiging, volgend op verwonding met een stomp slagvoorwerp. Ze heeft een blauw oog, een kapotte lip, een snee boven haar oog en een afgebroken tand. Ook op haar armen en rug bevinden zich blauwe plekken, maar ook nu weer geen foto's. In het lichaam van Mariska is geen alcohol aangetroffen, terwijl diverse getuigen melden dat zij aangeschoten was en die avond Bacardi Cola gedronken had. In plaats daarvan werd er wel amfetamine in haar lichaam aangetroffen. Dat is een stof die onder meer in ecstasy zit. En dat ze dat gebruikte, heeft juist weer niemand verklaard. Peter is met name benieuwd naar de typische kenmerken die een slachtoffer van verwerging vaak heeft. Dat zijn zeer herkenbare puntvormige bloedingjes, zoals hier op deze voorbeeldfoto. Stipjes die met name optreden in de ogen, het gelaat en de slijmvliezen. Dit verschijnsel wordt in de medische forensische wetenschap gezien als een zeer belangrijk kenmerk voor verstikking. Het is iets waar een sectiearts zeer alert op is en het wordt daarom ook altijd opgenomen in een sectierapport. Maar in het Hondurese rapport staat hierover vreemd genoeg bijna niets. Alleen op haar rug worden wat puntbloedingjes beschreven. We hebben samen met een tolk een afspraak met de directeur van het instituut die volledig op de hoogte is van het onderzoek naar Mariska Mast. How many autopsies does this morgue do in an average year?
Por ejemplo, el año pasado estuvimos cerrando casi cerca de las 3.000 autopsias. And these are all forensics autopsies? Obviamente, el medicina forense solo trabaja en relación a autopsias médico-legales. So you are very experienced. Así es. Sí. That's correct. Yeah. Do you still remember the autopsy of Mariska Maas, the Dutch girl? Conozco el caso perfectamente porque soy la directora de medicina forense y sé la mayoría de los detalles. Maybe she can tell something about what the examiner concluded in his report. Claro, obviamente no se trató de una muerte natural. Tenía elementos en su cuerpo que nos indicaban que se trataba de una violencia externa hacia ella, que al final pues terminó con la muerte de la señorita Mars. Is there no possibility that it might be an accident? No hay ninguna posibilidad que fue un accidente. Definitivamente nosotros como medicina forense los elementos que tenemos lo sustentamos. Okay. Is the autopsy photographed or filmed? Filmada no. They don't have it. It might be the possibility to they probably do not have the pictures or several witnesses testified that Mariska was drinking quite a lot the evening that she was murdered, mm-hmm. Let's say from 7 o'clock till 12 o'clock in the evening. In the autopsy report, it is said that there was no alcohol in the blood. Do you have an explanation for that? Y hay un proceso que usted ingiere alcohol y tiene que eliminarlo. Y si se hizo la prueba en sangre, probablemente ya está en proceso de eliminación. No, o sea, habría que ver cuánto tiempo pasó al momento de que se le realizó la muestra a ella y fue su última ingesta, su último trago. Is there still some spare blood in the morgue from Mariska? No había necesidad. Sí, porque ya el resultado estaba. Okay. The autopsy report stated that there were also amphetamines found in the blood. Mm-hmm. What can she tell about that? Es correcto. Pero nada más le puedo decir de presencia de las anfetaminas porque desgraciadamente en nuestros laboratorios no tenemos en este momento pues la cuantificación de la anfetamina. Solo podemos decir hay anfetamina, pero no puedo decir hay 200 unidades de anfetamina en sangre. O sea que es el test cuantitativo, no lo puedo hacer. Sí, dice que sí puede saber un tiempo en qué hora ella tomó esas drogas. No, porque no tengo la cuantificación. What can she say about the exact cause of death? Bueno, la causa de la muerte es una asfixia por estrangulación. Het laboratorium mist dus een aantal elementaire onderzoeksmogelijkheden. Peter wil nu wel eens weten hoe men dan toch tot de conclusie is gekomen dat Mariska door verstikking om het leven is gekomen. In het sectierapport wordt immers geen melding gemaakt van de daarvoor zo specifieke puntbloedingjes in vaktermen petechia, in ogen, gelaat, mond en slijmvliezen. Hoe kan dat? Geen enkele sectiearts zal verzuimen er melding van te maken als ze worden aangetroffen. When the examiner had seen the petechia, I suppose he is going to mention that is in his report, right? Él lo que dice es que si no está escrito, ellos asumen que no lo vieron, o sea, no existe. Mm-hmm. Es cierto lo que él dice. Okay. So we can say that there are signs that Mariska is strangled, and that strangulation is the cause of death, but there were no signs of petechia. En medicina, no todo es 2 + 2. Medicine, not everything is 2 + 2. Forensic is about writing down all the things you see. So when he didn't see signs of petechia, we can assume they were not there. Am I right?
Y si no lo escribió es porque no lo vio. Los signos de Patek. Yeah. To finish this, there were no signs of petechia in Mariska Mast's her body. Reportado no. Well, is she still convinced that it was a crime, a murder, a homicide, and not an accident? Usted está como una aseguranza. Usted se asegura que la muerte de ella fue por crimen, no fue por parte de tal vez un accidente o totalmente. O alguna otra cosa. Nou, het Forensisch Instituut hier is een soort van sectiefabriek. Er vinden hier per dag 10 secties plaats. En al deze mensen die hier staan, die wachten dus op de lichamen van hun dierbaren. Ervaren is men in dit instituut dus absoluut. Maar de vergelijking met het Nederlands Forensisch Instituut kan het absoluut niet doorstaan. Er gebeurt hier veel, maar er gebeurt hier ook veel niet. Er wordt geen bloed bewaard, er worden geen röntgenfoto's genomen. En ook anderszins zijn er procedures die wij in Nederland niet kennen. Ze waren er ook niet echt happig op dat we hier een kijkje namen in het Forensisch Instituut. Met heel veel moeite mochten we eventjes rondlopen. En toen we dat deden begreep ik ook wel waarom. Het is een aftandse bedoening en ik overdrijf echt niet dat als dat in Nederland zou plaatsvinden, de tent vandaag nog zou worden gesloten en de advocaten moord en brand zouden schreeuwen. Want zo erg is het hier eigenlijk. De reden dat Peter in het gesprek zo nadrukkelijk informeerde naar de petechia, de puntvormige bloedentjes, is omdat dit ook het Nederlands NFI destijds is opgevallen toen zij een jaar na de dood van Mariska op verzoek van Buitenlandse Zaken naar de zaak keken. Het NFI heeft hier toen schriftelijk opheldering over gevraagd en kreeg van het Hondurese gerechtelijk laboratorium vervolgens zwart op wit dat er wel degelijk puntbloedingjes waren aangetroffen bij Mariska. En dat terwijl de officiële sectierapporten er dus geen melding van maken en de directrice zojuist tegenover Peter zelf verklaarde dat als de puntbloedingjes niet in het rapport staan, die er ook niet zijn geweest. Rara, hoe kan dit? Bovendien worden hier volgens de directrice zo'n 3000 secties per jaar verricht. De kans dat iemand zich dergelijke details na zoveel secties nog herinnert is natuurlijk nihil. Want als je het eerst niet vermeldt omdat je het kennelijk niet relevant vindt, hoe komt het dan dat je dit toch hebt onthouden? Het heeft meer zoiets van, heeft u puntbloedingjes nodig? Dan hebben we ze gezien. U vraagt, wij draaien. Een gênante vertoning. Gênant en voor Yisu Han misschien wel dramatisch. Zij zit hier al een jaar vast in deze stad. Op basis van wat precies? Niemand heeft ons op deze simpele vraag hier een antwoord kunnen geven. Tijd om eens met eigen ogen vast te stellen en aan te horen wat haar verhaal is over die fatale nacht in augustus 2008. We zoeken haar op in de kerk waar ze in deze Hondurese stad wordt vastgehouden. Hallo. Hi. My name is Peter. Peter. Hello, how are you? En dan gaan we door naar Australië, naar Dan Ross, de hoofdverdachte die al 2 jaar spoorloos is, maar die wij toch weten te traceren. Ja, en wat daar allemaal gebeurde, ziet u volgende week in het laatste deel van ons drieluik over de mysterieuze dood van Mariska Mast. Steeds meer puzzelstukjes vallen door ons onderzoek op hun plaats, waardoor we in staat zijn dan een antwoord te geven op de vraag of hier nu sprake was van een moord of een ongeluk. We klagen in ons land wel eens over het optreden van politie en missers bij justitie. Maar als je een poosje in Honduras onderzoek doet, realiseer je pas dat het hier zo slecht nog niet is. En dat is een vaststelling die collega Chantal van Schuilenburg en ik ook deden toen we in Australië zelf in de cel belanden, omdat we daar de voortvluchtige duikinstructeur Dan Ross hadden opgespoord. De omgekeerde wereld. Maar de ontknoping daarvan ziet u volgende week zondag. Zelfde tijd, zelfde plaats. En als u ons tussentijds wilt volgen, kijk dan op onze website www.peterrdevries.nl. En u kunt mij sinds kort ook volgen via Twitter. Tot volgende week. Don't look back until you cry.